Is toch wel mooi, hè, dit, Yvonne? Ja, absoluut. Dit is een unieke ambiance. En, ja, het zonnetje erbij, hij gaat nu onder, maar ja, het is fantastisch. Ja, ik wil ondergaande zonnetjes. Diane, je hebt veel meegemaakt al, je straalt al jaren mee, maar dit, zo'n toernooi in Amsterdam? Nee, toernooi in Amsterdam nooit meegemaakt, nee. De laatste keer op de Jaap Edebaan is al heel lang geleden, een keer selectie was het geweest bij de junioren, maar ja, dat is echt wel uniek en echt heel mooi. En ze hebben het goed voor elkaar. Door het probleem was de ijs vandaag iets minder, maar nog goed op te rijden voor de rest. Ja, de sfeer is goed, de omgeving is goed. Het is gewoon een hele mooie locatie. Wat mij betreft mag het zeker vaker. Toch wel vaker. Ja, maar jullie zijn blij, want jullie hebben goed gereden en jij hebt je geplaatst voor de WK. Ja, maar ik vind het wel mooi. Ik denk, weet je, schaatsen is toch schaatsen. En de omstandigheden, ja, die kunnen soms wisselend zijn. En het kan soms een beetje pech of geluk bij zitten. Maar ja, weet je, schaatsen blijft gewoon schaatsen. En je moet het ook gewoon hier kunnen doen. En ik ben zeker geen voorstander van elke wedstrijd buiten rijden. Maar zo één keer in het jaar vind ik een buitenbaan vind ik echt wel prima. Ik vind het leuk. Kan jij een beetje normaal gesproken op buitenijs uit de voeten? Wist je dat van tevoren? Of ben jij echt een binnenrijdster? Dat blijkt nu niet. Ik kan volgens mij ook wel veel ijsbanen uit de voeten. Want nou ja, in het verleden met de Holland Cups natuurlijk heb ik ook al bewezen dat ik iets minder omstandigheden niet schuw. Maar, ja, dit heeft gewoon zoveel. Het is een beetje met de wind spelen. Ja, je moet het ook een beetje in je voordeel zien te draaien. Ja, je hebt het over Holland Cups. Diane, heb jij deze winter Holland Cups gereden? Ja, die heb ik zeker gereden. Voor het eerst in je carrière? Nou, nee, niet voor het eerst in mijn carrière, zeker niet. Maar je was veroordeeld tot Holland Cups. Nou, je moet wel. Als je niet mee kan in de internationale competitie, dan moet je het nationaal gaan doen. En dat is helemaal niet erg, soms wel moeilijk. Want het is toch een andere competitie. Maar je moet gewoon zorgen dat je daar ook wel hard rijdt. Dat is zeker niet altijd gelukt. En dat is dan zeker wel moeilijk. Maar ik ben blij dat ik me nu heb geplaatst voor het WK. En dat ik nu lekker internationaal weer mee kan doen. Eerst een World Cup in Insel waar ik heel erg naar uitkijk. En dan het WK allround in Heerenveen. Want ja, hopelijk net zo sfeer als nu. Al is dit moeilijk te overtreffen. Ja, maar jij hebt nog nooit een WK in Heerenveen meegemaakt. Nee, precies. Ja, als testrijder heb ik een keer dat mogen meemaken. Maar goed. Jij was testbaar en toen kwam Diane volgens mij erachteraan. Nou, dat weet ik niet meer, maar goed. Het is uitverkocht, dus ik denk dat het ook wel heel mooi wordt in Tiel. Een vraagje over je tegenstander, over de kampioenen, waarmee jij ook weer bij de WK gaat rijden. Wat vind jij het sterkste punt van Yvonne? Nou, ze is natuurlijk een hele goede steer. En die gewoon in een allround klassement, zoals je ziet, echt heel goed mee. Ze is terecht de winnaar vandaag. Had jij gedacht dat ze wel een keer zou komen, want ze heeft er een paar jaar stilgestaan. Ja, tuurlijk. Er zit gewoon enorm veel talent in en dat weet je gewoon, ja. Zeker. Komt er wel heel veel keer uit. En jij hebt die aan de jaren zien rijden en je dacht, dat wil ik ook. Ja, precies. Ja, sowieso altijd al die internationale toernooien en dan zit je thuis en dan denk je van, oh, wat zou ik dat graag willen. En nu rij je het hele seizoen, rij je ongeveer alles wat je maar kan rijden. En ja, dat is helemaal geweldig. En dan word je in deze ambiance hier om je heen. In Amsterdam word je nog eens een keer Nederlands kampioen. Dat is uniek. Ga ik niet snel vergeten.